Yes, kijkers, kijkers, welkom bij een goed nieuwe aflevering van Worst TV. Ik ben in Waalre. Ik heb afgesproken met Thijs van Oskan. En ik sta hier in Sportcentrum Coast. Let's go. Onze trainer Mick van Azus. Nou gaat de training van Zek beginnen. Ja, ik heb je net zien trainen. Train je af zeg maar altijd zo, hier op deze plek, of doe je ook perswerk? Ik doe mijn voorbereiding hier met de krachttrainingen, conditietraining. En de kickboksen doe ik gewoon bij Siam Gym. Daar trainen wij s'avonds altijd bij Siam. Daar meer sparringspartner van ons, meer kickboks. Dit is gebaseerd op puur op kracht, fysiek. En ja, hij heeft binnenkort een mooie partij staan. In Glorious Heroes. Hoe verwacht je hoe die partij gaat verlopen? Zoals de vorige partijen. Wij trainen hard. En we zijn ongeslagen nog steeds. En wij winnen alles. We hebben leuk gewonnen. We hebben topjongens gewonnen. Dus we staan gewoon nummer 1 in de wereld in de gewichtklasse. Van Taipo Nusga. 70-71 kilo. Daar is wereldkampioen. Dus je denkt, op een winst dus. Ja, sowieso. Wij zijn hard aan het trainen voor. Ik denk een moeilijke partij gaat worden, een makkelijke partij, eerste ronde. Ja, we gaan Mohamed Kamal niet onderschatten. Hij is ook een top kickboxer, top vechter. Maar 70% voor ons, 30% voor hem. Oké. Okay. En ja, het was dus een goed jaar. Ja, waar is dat aan te danken dat het zo'n goed jaar was voor Typhoon? Zoveel winst, 3 KO's achter elkaar. Zelf van, weet allemaal wie. En de derde ronde? Wij trainen gewoon voor meestal, of het wordt gewoon beslist met KO, beslist gewoon met punten en meestal komt altijd tijd. Kijk, bij Mucci Kamal gaat het natuurlijk met KO beslissen. KO? Ik denk het wel. Tot 80% zeker. En ja, waar we velen dus ook een vraag, hè. Het is ook gewoon simpel. Simbaland, bad news. Ja, dat willen graag mensen zien, die partij. Wat zeg jij daarover? Ja, natuurlijk. Kijk, Simulai is gewoon een hele goede jongen. Hij is ongeslagen nog steeds, hoor ik. Hij heeft ook een pas toernooi gewonnen in Abu Dhabi. Als ik heen was, hij moet gewoon even een jaar wachten. Nog wachten? Nog wachten. Eventjes nog 2 of 3 partijen tegen andere toppers. Dan kan hij gewoon makkelijk Typhoon uitdagen. Dan kan ik zeggen, jongen, hard voor trainen. Dan verdient hij een kans? Nou, nog niet. Typhoon zei ook van hij is de man achter mij, ja, achter mij. Weet je, de man achter mij succes. Heb je een soort van vader-bandrelatie of echt sensei-relatie? Hoe moet ik het zien? Ja, het respect, hè. Het respect. Typhoon, of andere vechters ook natuurlijk, maar Typhoon iets meer omdat hij een moeilijk verleden gehad. Een beetje gewoon met een gescheiden ouders. En ik heb hem gewoon een beetje ontvangen gewoon als een eigen zoon. Zo zie ik hem ook. Ik heb 1 zoon. Hij is ook voormalig wereldkampioen, Simbir Bin Azus. En ik zie hem gewoon eens in plaats van mijn zoon. Qua liefde, qua alles. En de training is gewoon heel anders. Geen pardon. We zijn net klaar met trainen en nu gaan we naar Nico Sports in Eindhoven. Een van mijn hoofdsponsors die me al een aantal jaar steunt. En we gaan even een broekje brengen. Kom allemaal mee. Ik was vroeger een lastige jongen en bij ons in de buurt had je jongerenwerk. Dus die hadden een dag ingepland om te gaan kickboksen. Toen was ik 13 jaar en toen ik in de gym kwam was ik meteen verliefd. Dus zo ben ik er altijd een beetje ingebleven. Ik was een rat op straat, ik ging altijd vechten en ik was niet te houden. Dus ik ging kickboksen in om sterker te worden, om nog sterker te worden. En
Maar toen merkte ik al meteen dat ik eigenlijk, ik kreeg klappen van meisjes, zeg maar, op 13 jaar geleden. Dus toen besefte ik al gauw dat dat niet de juiste insteek was. Ik ben niet doorgaan met school, ik ben op mijn 17e gestopt. Ik weet niet, ik vond school niet echt interessant. Het was niet mijn ding. Ik ben toen me volop gaan focussen op het kickboksen. Ik dacht van ja, werk kan altijd nog. En ik kijk wel waar het loopt. Ja, natuurlijk, je moet wel talent hebben. Ik had wel talent. Ik wist wel dat ik ooit zou komen. Dus daardoor ben ik voor het kickboksen gegaan. Maar voor die jongens die allemaal kijken, die stoppen met school, want de kickboksen vind je echt niks mee. Vechtsport is echt eigenlijk een wedstrijd tegen jezelf. Je bent constant in gevecht met jezelf. Ga je trainen, ga je hard trainen, ga je op je voeding letten. Het is een constant strijd tegen jezelf. En ik denk degene die de meeste controle over zichzelf kan houden, die zal goed worden. Ik ken Lazar al heel lang. Lazar heeft ook altijd wonen altijd bij elkaar in de buurt. En we hebben echt een liefde voor de sport en we zijn gewoon echt goede vrienden. We zijn ook altijd klaar voor elkaar. En het is ook fijn om hem erbij te hebben als we in een trainingskamp zitten. Dan heb je toch altijd iemand die een beetje jouw situatie begrijpt en altijd iemand hebt om mee door te trainen. Als ik moe ben, ga ik door. Als hij moe is, ga ik doorzetten. Dus we hebben wel echt een sterke band en zo is dat met ons, zeg maar. Hier bij Nico Sports in Eindhoven. Deze mensen hebben mij vanaf het begin van mijn carrière, wanneer het eigenlijk begon, gesteund. En ik wil hier bij Chris van Nico Sports heel erg bedanken. Dus ik geef het woord aan Chris, wat jullie hier allemaal kunnen vinden. Ja, ik ben natuurlijk niet de enige. We zijn met ons hele team. We zijn ook trots dat wij Typhoon vanaf het begin van zijn carrière hebben mogen steunen. En hem hebben mogen zien opbloeien tot wat hij nu is. Tot de absolute top. Uiteraard steunen wij hem met de nodige equipment die hij nodig heeft voor zijn gevechten, maar ook voor zijn trainingen. Handschoenen, bitjes, bandages, broekjes, stokjes, alles wat jij eigenlijk nodig hebt voor de sport. Hoe lang is sponsor? Ik denk inmiddels een jaartje of drie, vier dat we hem nu sponsoren. Ja. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer verwend met leuke spulletjes van Nico Sports. Ik ga hier nooit met lege handen weg. Altijd gezellig hier. Kijk, kunnen we er even vooruit. Thanks, maat. We hebben hard getraind. We zijn zojuist bij mijn sponsor geweest. Ik heb net even mijn vrouw gebeld om te vragen of ze een lunch voor ons klaarmaakt. Dus de boy is hongerig. We gaan even eten, man. Je weet toch, je moet goed eten, papa. Kom. Was je liefst geboren in Turkije of in Nederland? Nederland. Waarom? Hier heb ik die kansen gekregen die ik in Turkije niet zou krijgen. Wat vind je zwaarder, het fysieke training of de krachttraining? Of de mentale training? De mentale training. Wie is je grootste voorbeeld? Grootste voorbeeld is wel, toch wel mijn moeder. Waarom? Omdat zij heel veel meer leven heeft meegemaakt en toch altijd op beide benen op de grond staat. Dus daarom. Carnaval of festival? Festival. Waarom? Festival is gewoon mijn ding. Lekker buitenlucht, relaxed, een beetje wandelen, een beetje lopen, tentje ingaan als je zin hebt, misschien zin hebt, een beetje chillen. Ik hou van vrije lucht, frisse lucht hou ik van. Zou je liefst een Mike Tyson status willen hebben of een Mohamed Ali status? Mohamed Ali status. Waarom? Omdat hij toch wel veel voorbeeld is geweest voor vele moslims. En toch altijd laat zien dat hij altijd humble moet blijven, zeg maar. Rustig moet blijven. Wat je ook bereikt. Tegen wie zou je het liefst vechten? Aziz Kala of Andy Simmeler? Ik zou toch wel liever tegen Andy Simmeler willen vechten. Waarom? Omdat nu Andy Simmeler toch ongeslagen is. En hij toch nou een beetje naam voor zichzelf aan het opbouwen is. En ik vind toch dat die partij binnenkort of snel zal komen. En wie zou je het liefst KO willen slaan in de ring? Ik denk Simmeler. Ja. Oké. Okay.
slaap. Dan hoort er altijd een cadeautje bij natuurlijk. Dus, ik krijg een shirt. Met je naam erop. Hey, dat is wel dik man. Nico. Kijk. Hey, die is wel dik man, dankjewel man. Alsjeblieft. En ja, je weet toch, ik heb je zien trainen en je hebt goed gezweet. Dus ja, er hoort ook altijd een geurtje bij. En dan mag ik namens Tapparfum een heerlijk geurtje geven, man. Hé, hey, tof man. Ja, toch? Hey, dik man. Tapparfum. We zijn nu aangekomen bij mijn vrouw zijn woning. We hebben een hapje eten. Dan zien we wel nog wat de planning is. Yes, kom binnen man. Wel schoen uit, hè? Ja, het is broer, is het al die winpartijen of zit er ook verliespartijen tussen? Ja, er zit wel één verliespartij tussen toch? Toen heb ik een scheen blessure opgelopen tegen John en Risco. Dat telt als een verlies, maar ik vind niet dat ik die echt heb verloren. Dat was hem aan het slopen. Zeg maar, wat voelde je hierbij bij deze? Ja, ik zat lekker in de wedstrijd. Ik was hem aan het pakken zoals niemand dat ooit had gedaan. En ik was ineens één keer geraakt. Maar ineens hoorde ik mijn trainer roepen, hé, niet meer trappen. Ik denk, huh? Ik wou gewoon niet kijken, ik wist gewoon, er is iets daar. Ik wou gewoon niet kijken. Dus ik ging verder boksen. Ineens zag die scheidsrechter, paf. Ineens werd het afgeblazen, dat was echt een kutgevoel. Het me echt veel pijn gedaan. Je goed kicken met Mootje Raya. Ja. Het was altijd de strijd tussen jullie wie. Ja, de Fuse en baas zijn. Ja, klopt. Het was, Jirai was toch wel mijn aardse rivaal bij Infusion. Drons is het ook een beetje begonnen in 2015 toen hij van mij had gewonnen. Toen begon echt de zalen vol te raken als we gingen vechten. Dus ja, die strijd is altijd gebleven en nu is het gewoon lekker 2-1 kunnen maken, toch wel. Die strijd is nu klaar, voorbij. De strijd is klaar. Ik gun hem het allerbeste bij Glory. Ik hoop dat hij daar ook zijn succes zal gaan boeken. Voor de rest heb ik er niks tegen. Dit is de Infusion 72 half titel. Ik heb die in 2015 gewonnen. En ik had niemand daagde me echt uit eigenlijk. Dus ik heb die pas sinds laatste februari kunnen verdedigen. Tegen niemand minder dan Andy Sauer. Tegen zijn jongen waar ik vroeger tegenop keek. En nu dan? Nog steeds? Ja, nu is gewoon mijn rivaal. Ja, niet mijn rivaal meer, maar gewoon mijn sportieve rivaal geworden. Nu kijk ik anders in het leven. Ja, vroeger was je jong. Dan kijk je op naar zulke jongens. Maar nu kijk ik naar andere dingen. Andere dingen in het leven aan, zeg maar. Niet meer echt zo. Heb je nog andere vechten waar je tegenop kijkt, zeg maar? Vechters? Ja. Nee, ja, niet echt. Wel, ik zie wel hoe boksers soms leven, weet je wel. Vind ik wel mooi. Gennady Golovkin en zo, dat soort jongens vind ik wel leuk om te zien hoe die leven na zo'n wedstrijd toe. Ja. Maar voor de rest, ik kijk niet echt meer op tegen iemand, nee. Okay, vertel me eens over deze partij, want ja. Ja, zoals ik jullie al eerder had gezegd, was een idool van mij. En we hebben zo hard getraind voor die partij. Het was een droom die uitkwam eigenlijk, dat we tegen hem mochten gaan staan. En alles verliep goed. Drie rondes lang was ik aan het winnen en de vierde ronde raak ik met een stoot, ja, waar iedereen elk kickboxer wel van droomt om zo'n stoot uit te geven, denk maar ik. Was dat zeg maar precies in een boekje of? Was gewoon perfect uit het boekje. Precies juiste timing, want hij gaf een stoot en ik kwam er meteen overheen. Dat is iets, daar oefen je uren en dagen lang op. Maar toch, hij viel. Die gaatje viel en dan moet je hem erin prikken. Ja, en dan heb je natuurlijk die vrouw die... Ja, we zijn ook inderdaad pas geleden getrouwd via de moskee dan. We zijn al een tijdje samen, heel lang vrienden. En hoe lang? We kennen haar al zeker 4 jaar. En we hebben nu een jaar lang een relatie, al een jaar. 3 jaar zijn we heel goede vrienden geweest en toen zijn we meer naar elkaar toe gaan groeien. En zodoende hebben we een relatie gestart, we worden allebei verliefd en sindsdien zijn we niet meer te scheiden van elkaar. En trouwplannen? Ja, ik heb haar ten huwelijk gevraagd. En late night? Ja, bij late night toen. En ik wil sowieso gaan trouwen, ik wil kinderen maken, dus dan moet je wel trouwen eerst. En heel natuurlijk zoontjes of? Maakt eigenlijk niet uit man, ik zeg je eerlijk, ik heb liever een dochtertje man. Ja, mijn broer heeft een dochter, ik ben helemaal gek op haar. Sindsdien wil ik ook wel een dochtertje. En vers pad? Gaan ze dan? Of? Nee man, nee, ver weg. Alleen misschien trainen wel,
Ja. Wel trainen misschien, maar vechten zou ik ze niet aanbevelen. Ik zou gewoon lekker zeggen van studeer. Zorg dat je een toekomst hebt, je weet toch, want vechtsport is niet garandeerd. Ja, ik heb het ook even met je trainer gehad, die zei van, ik zei, gaat hij voor nog hoger? Hij zei, nee, we blijven dat gewicht. Ja. Je bent niet van plan om hoger te gaan? Nee, ik ben van plan om in dit gewicht te blijven. Kijk, de jongens, 72,5 is eigenlijk altijd zwaar voor mij. Ik vecht soms min 72,5. Dat is eigenlijk altijd zwaar voor mij. Ik ben gewoon natuurlijk een 70 kilo vechter. Altijd al geweest. Ik zal ook niet meer groeien, niet meer groter worden. Ik ben gewoon een 70 kilo vechter. Dus. En dit is ook het gewicht waar ik het meest van hou. Vind ik het mooiste om te zien ook. Naast heavyweight dan nog. En ja, is er dan nog uitdaging in de Fusion? Je hebt binnenkort natuurlijk een partij staan. Ja. Maar nadat, nog iets? Ja, je hebt nog wel zat uitdagingen. Je hebt nog zacht uitdagingen in de Fusion liggen. Je hebt Mohamed Kamal dus opkomende in 23 juni. Je hebt Superbond nog. Je hebt nog een paar andere jongens die opkomend zijn, zoals Semmelier en dergelijke. Dat zijn nog wel jongens waar ik me eigenlijk nog wel tegen wil bewijzen. Dus. Want ja, Sam, daarop teruggekomen natuurlijk. Op, hij heeft een filmpje gehad ook rond dat hij zegt van, Typhoon ontwijt me. Ja, maar dat klopt is dat? Absoluut niet het geval. Ik vind wel, moet iets interessants zijn om voor mij te winnen. En ik vond, er is nog nooit een aanbod van mij geweest. Of wil je tegen Semmelier vechten? We zouden een keer in het toernooi vechten, maar die toernooi ging niet door. Ik had blessures en dergelijke. Maar ik zou nog heel graag nog een keer te gaan vechten. En ik ga van niemand uit de weg. Iedereen kent me. Ik vecht tegen iedereen. Wat maakt niet uit hoe of wat, waar. Maar er moet nou wel wat te winnen zijn, snap je? Eens die houdt voor uitdaging. Als je moet wel wat te winnen vallen, natuurlijk. Mm-hmm. Qua vechter. En ik weet niet precies de namen. Een Thaise vechter. En Glory, is, zeg dat iets? Ja, Siti Chai. Ja. Ja, ik vind Siti Chai is een. Kenners kennen hem allemaal. Het is een wereldtop. Ja. En dat is, hij is nog wel een jongen waarvan ik heel graag zou willen winnen. Siti Chai. Dus daar zou je tegen willen vechten? Ja, zeker. Maar kampioen van Glory. Ja. Ik vind, kijk, bij elke organisatie heb je van die uitblinkers. Mm-hmm. Top 3 van Glory is gewoon top. Je hebt er Robin van Rosmaal, Siti Chai en Marat. Dat zijn gewoon top jongens. Maar bij ons heb je er nog meer rondlopen, vind ik. In mijn gewichtklasse dan. Heb je, ja, noem het maar op. Je hebt Superbon, je hebt Kamal. Boakau ook nog reeds gevochten. Iedereen vechter, snap je? Dus bij ons heb je toch wel meer jongens rondlopen, daar heb ik het gevoel. Meer uitdaging. Oké, okay. Dus je blijft nog wel even daar hangen. Ja. Okay. En ja, je weet toch, jezelf, Aziz Kalla heeft een keer uitgedaagd. Heb je toen wel een berichtje opgestuurd. Mm-hmm. Maar ja, wat was daar je antwoord op, man? Ja, ik vind Aziz Kalla is een goede vechter, maar nog lang niet het niveau waar die moet zijn en hoort zijn. Niet de internetgangster uithangen. Hij is een goede vechter, maar ik heb al een keer van hem gewonnen en ik vind nu valt er niks meer te winnen van hem. Dus tenzij er heel veel geld op het spel staat, zal ik niet meer tegen hem gaan vechten. Typhoon, jij zijn de beste matties. Ja, Typhoon ken ik way back, man. Zijn jullie in dezelfde wijk opgegroeid? Ja, hij woont bij mij denk vijf minuutjes verderop bij mij. Ongeveer in dezelfde wijk. Ik ken hem via een neef van hem. Waar ik heel goed bevriend was, op basisschooltijden. En hij was weer de neef van Typhoon. Op mijn verjaardag zag ik Typhoon en denk ik, ja, dat, je weet toch, is kletsen. Jij kent elkaar dan en daarna kom je steeds dichterbij met kickboksen. Je gaat naar dezelfde sportschool. Nou, je wordt een team, je wordt hecht met elkaar. Nooit gezien als een soort van rivaal. Nou, je weet toch, kijk, weet je wat het is? Wat je voor jezelf wil, moet je ook van anderen willen. Dan ga je heel ver komen in het leven. Okay, en waar denk je wat Typhoon naartoe gaat, man, in de toekomst? Ja, broer, wat moet ik je vertellen, man? Ik denk dat de resultaten niet liggen, man. De resultaten zijn goed. Hij doet zijn best, hij werkt hard. Ja, tuurlijk. Hij is ook gretig daarvoor. Hij wil ook de beste worden, hij wil ook de beste verslaan. Dat zie je ook wel, dat zie je aan zijn mentaliteit, dat zie je aan zijn trainingen. Hij kijkt, met andere jongens geeft ook alles. Het is eigenlijk het team om ons heen wat ons eigenlijk sterk maakt. Er is maar één man die het schip stuurt en dat is onze trainer Mickey Benazus en ja, hij houdt alles in orde. 23e, Glorious Heroes. Ja, man. Wat denk je dat er gaat gebeuren dan? Ik ga even kijken, Lester, met alle respect. Ik mag Mootje ook heel graag. Maar ja, mijn boy gaat winnen, man. Weet toch, we zijn een team, man. Kijk, we zijn een team. We zijn Team Serum Gym. Ja, gaan met z'n allen, man. De trainer zei een KO. Wat zeg jij? De trainer zei, jouw trainer zei KO. Yo, als mijn trainer dat zegt, ja, hoe moet ik zeggen, man? Als hij dat zegt, ja, hij ligt nooit over zijn dingen. Dan gaat hij ook voor de KO. Alleen
mensen, ik ben Typhoon Özcan. Ik kom uit Tilburg en vecht uit voor CMG Valkenswaard. Ik ben Infusion kampioen 22,5. En mijn volgende partij staat gepland op 23 juni tegen Mohamed Kamal in het Martini Plaza in Groningen. Dus ja, wees er allemaal bij. Hoes. Yes, kijkers, kijkerin, dit was het weer. Ik wil Typhoon Özcan bedanken dat we de kijker mocht nemen en zijn woord leveren. En iedereen die dat mee heeft gedaan. Je kan ons vinden op onze Insta. Daar zijn ook de winchallenges tegenwoordig te zien. Dus hou het in de gaten als je mooie prijzen wil winnen. En je kan natuurlijk ook ons volgen op Facebook. En natuurlijk mijn persoonlijke Snapchat. Ik zou zeggen, ik zie je allemaal de volgende maand weer bij een goed nieuwe Boys TV. Yo, beste fans. Ik mag van mijn sponsor Nico Sport deze setje weggeven. Maar dan moeten jullie wel een prijsvraag beantwoorden. En die prijsvraag geldt als volgende. Welke van mijn laatste drie partijen heb ik op KO gewonnen? Dus zoek het op, laat ons het weten en misschien win je wel deze prijs. Hoes.